Magie Meijer, na de 3-0 overwinning tegen Rode JC. Ja, was een avond waarop alles klopte, volgens mij. Ja, het gevoel is er geweldig na de tijd. Als er publiek is en je voelt dat zweertje. Je kunt zo starten in een wedstrijd met een geweldige goal van Van Rooij. Toen ontplofte eigenlijk alles, volgens mij. Ja, en daarna hebben we het heel zakelijk en volwassen gedaan. En wat jij zegt, alles klopt eigenlijk. Ja, en echt misschien ook wel positief. Echt helemaal niets weggeven vanavond, hè? Nee, één kopbal net voor tijd. Toen hadden we ook wat gewisseld, hè, dus toen was misschien ook de druk er een beetje af. Maar compliment aan die jongens. Die hebben het geweldig uitgevoerd, compact gespeeld. Goed verdedigd. En als we aan de bal waren, we ook donders gevaarlijk. Dus dat is prettig. Een ereronde na een wedstrijd. Hoe was dat? Ja, als we wel weer even wennen met publiek. Maar natuurlijk, na een 3-0 winst lopen we er graag langs. Was een gek gevoel, denk ik, dat je gewoon publiek afzet kan nemen. Met allemaal juichende mensen om je heen, ja. Na een jaar. Nee, sowieso. Het is een hele andere sfeer wat het met zich meebrengt. En uiteindelijk is het natuurlijk het mooiste wat er is als de supporters uiteindelijk ons toejuichen en toezingen. En uiteindelijk dat je ook samen die winst kan vieren. Hoe krijg je het voor elkaar om op het moment dat het doet, hè, nu de play-offs, speel je misschien wel gewoon het beste voetbal van het seizoen? Nou, ik denk niet zozeer het beste voetbal, maar wel de meest effectieve. En uiteindelijk ook gewoon een bepaalde strijdwijze die op dit moment super bij ons past. Ik denk dat we meerdere periodes gewoon hartstikke goed hebben gedaan. En ook afgewisseld hebben met periodes dat we niet goed waren. Zeker nu het erom draait en twee keer winst achter elkaar, 4-0 en 3-0, geeft dat veel vertrouwen. En omdat je ook 4-0 en 3-0 wint, wordt vaak ook gezien alsof alles goed gaat. Dat gaat zeker niet. Ik denk dat er ook zeker qua spel nog veel verbetering is. Alleen zolang het zo effectief blijft als vandaag, zal je mij niet horen klaar. Ja, van je team is echt fit en gretig, hè, in deze fase van de competitie. Ja, spat er wel vanaf. En, het is ook echt een team en dat is mooi om te zien. En, we hebben nog één finale te spelen en we zullen zien. Je hebt de kans. Maar niemand zal NEC onderschatten in dat duel, want die zijn echt lekker in vorm. Nee, natuurlijk niet. Maar ik had ook niet het idee dat Roda ons zal onderschatten. Alleen, we hebben gespeeld naar onze mogelijkheden en onze kwaliteiten. En wie de tegenstander wordt, gaan we zien. Maar dan gaan we dat weer proberen. En op het moment dat we alles geven, dan hebben we er ook alles aan gedaan. Gefeliciteerd. Dankjewel. Succes, man. Ja, dankjewel.